En zo doe je het blokje met Rijka. En voilà, wat vind je? En ja, we gaan op kleuren zoek. Ja, kleurtjes. Kleurtjes. Hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag, alweer moet ik even denken, dinsdag 13 oktober en we leven 6 minuten over 2. Ja, ik ben laat, ik weet het, maar dat boeit me lekker niet. Nee, ik heb met niemand rekening te houden, dan alleen maar met mezelf en mijn diertjes. Ja, en dan loopt de dag wel eens anders dan je eigenlijk de dag ervoor had ingepland. Maar ja, dat komt ook door andere dingen en daar ga ik liever niet over uitbreiden, nee. Maar oké, vanmiddag komt in ieder geval Sandra van Verlo hier. Nou, het is een beetje verstreken daar. Maar in ieder geval, ik ga even lekker van de buitenlucht genieten. Want het is raar weer, het is mooi weer, maar ook toch weer niet. Het is van het sluierbewolking, dus die zon die is waterig. Het is een beetje vreemd weer. Nou ja, die is gek hoor. Rijka, je bent gek. Zat ze dat kastje van mijn bureau helemaal af te snuffelen en te doen alsof daar wat lekkers achter verscholen zit. Nou nee. Nee, alleen nog maar mappen enzovoorts. Iets wat niet lekker gegroeid is. Nee. Nou, gaat ze maar weer op de bank. Ook goed, ja toch. Ja. En Kandalfie, die is boven. Hé, hey, ja, Kandalfie is boven, nee. Jij ook mooi. Jij ook mooi. Kort gefeliciteerd met je verjaardag. Hé? Och. Ben je ook mooi? Ben je ook mooi? Jij? Ben je mooi? Nee, dan moet je niet bij me komen. Je had mooi moeten gaan zitten. Hé? Hey. Dat is mooi. Hé, hey, je bent een dikke boef. Ja, nee, niet bijten. Nee, mag niet. Nee, niet bijten. Dat is foei. Ja, dat is niet lief. Nee. Ja, ik ben een beetje boos, hè. Ja, ik ben een beetje boos. Je mag niet bijten. Nee, je mag niet bijten, nee. Dat is niet lief. Je moet lief zijn. Kusjes geven. En pootjes geven en mooi zitten. Ja, goed zo. En niet bijten, goed zo. Ander pootje. Ja, je bent mooi. Gaat mooi dan. Het is er eeuw in. Doet Rijka allemaal heen. Brompot. Brompot. Maar ja, zo schieten wij dus niet op. Nee. Dus ik ga dus nou wel opschieten, lieve vrienden, want anders staat Sandra zo meteen voor de deur en dan ben ik nog niet weg geweest en dat doet me niet, hè. Nee. Maar nee, ze krijgt goed bijten en ik wil hebben dat ze dat niet doet, dat ze dat afleert. Maar ja. Ja, het is een beetje moeilijk wat dat er gaat om haar dat af te leren. En ik sta te wankelen, ja, mijn poot die is niet uit. Mijn voet. Nee, dat gaat zo niet. Dus dan zomaar even. Maar in ieder geval, dat komt ze zelf hopelijk wel goed dat ze dat afleert. En ja. Als
moet maar even zien hoe ik dat moet hebben. Ik probeer van alles en nog wat uit om dat af te leren. Maar ik heb er ook wel ons iedere keer weer speelgoed gegeven van alsjeblieft bij daar maar in en dan weglopen, weet je wel. Dat ze het gewoon niet in een mijn te bijten of in een ander te bijten. Dan alleen wanneer het mag. Met een dief of zo, meer die kom ik niet tegen. Maar in ieder geval, dan mag het. Van hou die maar vast. Maar niet mij of Astrid die hier komt werken. Of Sandra die hier ook komt. Of andere vrienden of familie. Nee, dan mag ze niet bijten. Nee. Dan moet ze blij zijn, laat maar zeggen. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En doe het met een glimlach. Ja, doen we. Ik ook altijd. Dus komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot later. Doei! Nou, lieve vrienden. Hier al in de gracht. Vlak bij mijn huis. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Allemaal. Zwanen. Dan woon ik hier al, ik weet niet hoe lang. En hier, ik heb nog nooit geen zwaan gezien. Hoe geweldig. Wat mooi niet. Dat is het hoofd zeker. Die zweeft vooruit. Ik denk dat diezelfde set is die ik een tijdje terug ook heb gefilmd met deze camera. En dan doe ik het weer met mijn normale camera. Met mijn mobiel waar ik ook mee bel. Ja, ik vind het geweldig. We vinden dit geweldig. We gaan even meelopen. Rijka, jij komt ook aan de andere kant. Die kant. En we lopen een stukje mee. Ik vind dit echt geweldig. Zo zit je eigenlijk, ik weet niet wat te zoeken, naar zwanen. En zo doe je het blokje met Rijka. En voilà, wat vind je? Wat kom je tegen? Een groep zwanen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zwaantjes. Nou, mooi toch. Ja, ik vind dit geweldig. Sorry, Belori. Maar dit is gewoon grandioos. Echt geweldig. Maar ja, we gaan weer door, lieve vrienden. Ik zou zeggen, dit komt natuurlijk in de vlog. Wat we vanzelf, hè. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen, geniet. Ja, en we zijn weer thuis. Maar wat was dat mooi, hè? Die 7 zwanen. Wow. Maar ik had net de telefoon weer afgesloten en opgeruimd. Wat denk je wat er gebeurt? Vliegen ze alle 7 zwanen. Die lopen eerst over het water heen. En ze vliegen weg. En dat door die bocht heen. Nou, schitterend met die vleugels erbij. Wow. Echt. En dat hebben we gemist. Ja, helaas. Ik kan er niks aan doen.
En gemiste kans meer. Wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee. Maar het was wel even gaaf. Ja. Dat komt dus gewoon vandaag in deze vlog. Ja. Echt geweldig. Zwanen tegengekomen. Zomaar uit het niets. Ja. Onder het brugje kwam er eerst één. En toen werd er gezegd, er komen er nog meer hoor. Oké dan. Nou, leuk. Ja. Echt geweldig. Maar oké, ik ga opschieten weer. Want het is 14:41 uur. En Sandra die kan ook elk moment komen. Dus ja, dan wil ik wel klaar wezen. Met hetgeen wat ik doe moet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Sorry, ik begin een beetje later. Ik zat even ergens anders te letten. Sandra die komt vanavond pas. Wat gaan wij doen? Ik neem jullie mee. Ik neem Rijka mee. En we gaan eventjes op de scootmobiel even naar het Schutselpark. Kijken naar de kleurtjes. Of dat al mooi is geworden. Of wat dan ook. Even frisse neus. En even de natuur in. Het is niet al te ver weg. Want het is ook niet zo vroeg meer. Het is 15:37. En ik ben ook met een vlog bezig. Nou ja, dat sla ik even op dat stukje. Toch maar aan het begin, dat sla ik eventjes op en dan gaan we eventjes gezellig met elkaar naar het Schutselpark. En dat is voor gezonde mensen misschien 20 minuten lopen, half uur. En ik doe het op de scootmobiel, Dus zeg maar, lieve vrienden, geniet zo meteen. Hallo en pracht. Ik film gewoon of het nou wel gekleurd is of niet gekleurd is. Nou, zwart-wit is of een mengelmoesje is, moet niet. Ik film wel. Zeg het straks. Doei! Nou, lieve vrienden, we zijn in het park aanbeland. En we gaan op kleur zoek. Ja, kleurtjes. Allemaal kleurtjes gaan wij op zoek. En toen staat hij op de kop of niet? Nee, hij is een beetje wazig. Oh, mijn stok zit ervoor. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Ja, want ik heb hem op stabiel. Vogeltjes. Bomen. Dat is eigenlijk gouden regen. Kijk, kleur. Ik zie kleurtjes. Ja, rood en geel en groen. En bruin. Die begint ook lekker te kleuren. Ja, Rijka is er niet mee eens, maar ja, kan er ook niks aan doen. Nee! Deze is ook mooi te gele. Vogeltjes. Ja, die wordt. Thank you.
Een ziekenpelletje. Daar hebben mijn man en ik ook nog bij gestaan als bruidspaar zijnde. En een boompje afgezaagd. Nou, dan gaan we eens een keer die kant op. Ja. Dan zien jullie ook wat ik zie, hè? Ik heb jullie voor me. Dan zie je wat anders. Ook het licht nog aan van mijn camera. Nou ja, lekker belangrijk. Dat werkt nou toch nog niet. En dit wordt gehobbel. Ja, ik kan er niks aan doen. De gouden regen over ons heen. Nou, ik moet even stoppen, want het gaat allemaal even hier niet goed. Want hij glijdt weg. Zo. Oh ja, oh ja, kijk de kleur. Roze en geel en bruin en groen en nog meer roze. Is toch mooi, hè, die kleurtjes? Ja, echt wel. Is echt bijzonder, hè? Wat zijn we van plan, madameke? Hey, hallo. Dank u. Dag. Ja. Dit doet niks. Kom. Gaan we weer door. Kom. Hallo. Zo. Nou, dan gaan we achter die mensen aan. Oh, wacht even, ik heb weer iets vast. Zo, nou wel. Nee, je houdt eens even op. Ik moet mijn zonnebril er even opzetten. Ja, laat ik dat maar weer even doen. Zo. Voilà. Nou, er komt er eentje op een scootertje aan en dan loopt er eentje op mij om voorbij. Dat gekleurd op. Hier, rode beestjes. Ja, ja. Leuk voor de kerst. En hier zie ik ook kleurtjes. Oh, ik zie daar ook kleurtjes. Ik ben op kleurenjacht. Ben op kleurenjacht? Ja, ik ben op vlochten. Oh, kijk. Nou ja, inderdaad. Mooie kleurtjes. Ja, daarom. En een beetje gelig daar. En ook een beetje roze. Dit lijkt wel nieuwe beplanting te zijn. Ja, is het ook. Nieuwe beplanting. En hier weer geel. Met groen. Allerlei kleurtjes. Ja, rood.
is mooi. Maar ja, dan komen we daar weer bij de grote weg. Dus wat doen we? We draaien ons om. Ja. En dan gaat er gelijk weer er een eraf. Wat niet de bedoeling is. Ja. Wat gaan we doen dan? Je draait je vast aan die kant. Je bent maar een malle meisje, ja. Nou kom. Hup, we moeten eerst weer achteruit een stukje. En gelijk een beetje bijdraaien. En dan moet ik links de gracht inrijden. Dan hebben we plons. En plons is nou koud en nat. En alle eendjes zwemmen in het water. Val de rodderiele, val de rodderale. Alle eendjes zwemmen in het water. Vol, 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 vol. Ja, ja. Het kan mooi zijn, hè? Ja, echt wel. Ja, ja. Kijk op de kleurtjes. Mooi, hè? Kom je van de andere kant weer afrijden, dan zie je weer wat andere kleurtjes. Ja, dan gaan we rechtdoor. Anders komen we weer bij de weg. En dat wil ik nog even niet. Nee. Ja, bijzonder. Nee, je mag niet. Dat hondje mag ook niet, staat op het bord. Staat duidelijk een bord en toch laten ze dat beest wat doen. Oh, 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 oh. En daar nog meer mensen. Mag niet eens. Nee, foei. Kijk, een plasje, oké, dat verdwijnt weer in de grond, maar alle andere behoeftes niet. Hier, allemaal hondjes, allemaal hondjes. Honden uit Latijn. Nou. Kijk, ook kleur. Is dat mooi? Geel. De vijver die doet het, die is uit. Dat is even balen. Allemaal kleurtjes. Dat is toch weer even leuk. Hier gelijk een frisse neus. Nee, Rijka. Nee, je mag er niet af. Is het mooi, al die kleurtjes? Ja, ja.
Denk jij er even om, dame? Ja. Blub blub. Dat was mijn andere mobiel. Ik hoor een heli. Maar waar hij rondvliegt, weet ik niet. Andere kant. Hoor ik het geluid. Ik hoor hem daar ergens. Kijken of we hem kunnen spotten somewhere, maar het zal wel niet. Nee, dat wordt het hem niet. Nee. Zoals ik al zeg, dat wordt het hem niet. En dan gaan we weer richting het park uit. Maar dan moeten we eerst even zien. Oh ja, daar naartoe. Dan gaan we die kant weer op. Achter die mevrouw met het hondje aan. Ja. Dus, ik heb hem ook daar al aangedaan. Op dit weggetje. Kijk, er mogen geen hondjes. Het is geen uitlaat. Terrein hier. Maar het wordt allemaal massaal gedaan. Hoe is het mogelijk? Nee, Rijka. Oh, la. Toen begon hij te schommelen. Ja, toen had ik eventjes. Zo. Hij begon even te schommelen, het lichtje ging uit. Ja, dat kan gebeuren. Ik vlog te lang, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer.